Dan krijgen we zo... Supermooi effect. Mm-hmm. Ben je klaar? Ja. Welkom bij een nieuwe video van de Helden DIY! Waar kom jij nu ineens vandaan? Hawaii! Ah ja, je was op reis. Zeg, was het? Parelwitte stranden, hemelsblauw water. Heb je iets meegenomen van de vulkaan? Oh, wel, een lekker eten ook. En ben aan een vulkaan geweest. Ja, dat weet ik, maar heb je iets meegenomen? Ah, wel, ik had zo'n lavasteen mee. Hoe gehad? Ik moest heel dringend naar het toilet. Ik heb die lavasteen even buiten gelegd, tussen een hele hoop andere stenen. Ik ben teruggegaan en ik heb die niet meer teruggevonden. Een klein beetje vergeten. Ik wou zo graag iets van een vulkaan. Ja, maar, oh, top idee. We moeten nu toch knutselen. Dus we maken gewoon ineens een lavalamp. Oh, top idee. En wat hebben we daarvoor nodig? Een lege fles of bokaal. Plantaardige olie. Bruistabletten. Water. Natuurlijke kleurstoffen. Stap 1. We vullen onze lege bokaal met water. We kunnen het er gewoon inkappen of we kunnen het op een toffe manier doen. Wow! Voilà, hè. Een klein trucje. Lava moet ook een tof kleurtje hebben. Geel. Blauw. Geel. Zeker? Dan doen we blauw weg. Kleurstof zit erin. Nu gaan we roeren. Ons water zit vol met kleurstof. Nu moeten we nog de plantaardige olie bijgieten. In de pot, hè. Oké, Nico, wat valt er hier op? Er zijn twee lagen. Van onder zit het water, van boven zit de olie. En olie heeft als eigenschap om niet te mengen met water. Super wetenschappelijke uitleg die we nu niet gaan doen. Maar het is belangrijk dat het water van onder zit en de olie van boven. Oké, en nu le moment suprême. We gaan nu een tablet daarin laten vallen. Dan wordt zo'n luchtbelk. En dan krijgen we zo... Mag ik? Ja, helemaal. Ja, kijk hier. Ik heb nog iets supercool hoe we dat nog mooier gaan maken. Uh-huh. En dan nu de lavalamp. We gaan nu de tabletten in onze lavalamp smijten. We gaan dat beginnen borrelen. We gaan daar licht achter houden. Supermooi effect. Ben je klaar? Ja. Ja, goed bezig. Echt cool, hè? Volg zeker dit kanaal, geef een like en check al onze DIY-video's. En laat een reactie achter als je ook zo'n kei mooie lavalamp hebt gemaakt. Ciao, ciao! Ciao, ciao!